Leo Monen is veehouder in Sint-Oederode. Hij heeft een passie voor natuurlijk boeren. Zo heeft hij een kudde Schotse hooglanders die hij laat weiden in het Fresselsbos. Fresselsbos is een gebied van oudsher met een aantal poelen in. Daar zat vroeger de heidekikker in. Rond die poelen zijn 7, 8 jaar geleden alle bomen gekapt. Onderin komen weer nieuwe spruiten uit. Nou, dat vinden een hooglander heel lekker. Daarbij gaan zij bij warm weer in die poel staan, omdat ze dan lekker kunnen afkoelen. En gaan ze in die randen staan met een hoeve, waar half maart die heidekikker weer eitjes gaat leggen. Ja, en dan krijgen we meer kikkers terug. En dat willen we met z'n allen graag. Maar Monen is ook een ondernemer die de mogelijkheden ziet van nieuwe technologie. Zoals de productie van kweekvlees. Bij deze nieuwe technologie pak je enkele levende cellen van een koe, stop ze in een ketel met eiwitten en de cellen groeien dan uit tot echt vlees. Deze levende cellen komen van de Schotse hooglanders van Monen. En die gaan nu nog naar een lab in Maastricht. Mozamiet is een bedrijf in Maastricht. En die nemen die biopten in mijn geval ook mee. Omdat er op dit moment nog geen lijnen zijn die op een boerderij kunnen staan. En wij hopen eind volgend jaar of begin 2024 dat die er wel zijn. En dan zal bij mij op de Krolhoeve een tweetal lijnen komen te staan voor de productie van kweekvlees. En dus vlees van de levende koeien. Dus je hoopt volgend jaar aan de slag te kunnen. Waar hangt dat vanaf? Ja, nou, dat hangt van de Europese Unie af. De Europese Unie moet nog een novel food erkenning geven, zoals ze dat noemen. Hoe lang duurt het voor je van zo'n klompje cellen genoeg vlees hebt? Je hebt ongeveer een week of 6 nodig voor van 1 gram 10.000 kilogram vlees te kunnen produceren. Dat is heel veel. Dat is heel veel, ja. Dat komt omdat het een efficiënt proces is. En het heeft nog veel meer voordelen. Om dezelfde hoeveelheid vlees te maken is 70% minder land nodig, wordt er 92% minder methaangas uitgestoten en is er 95% minder zoet water nodig. En je hoeft de koeien niet te slachten? Nee, we gaan de koeien niet meer slachten. Nee. Dus ze mogen gewoon lekker rond blijven huppelen in het Dommeldal, langs de Dommel. Want voor iedere biopt die wij nemen, hoef je 45 koeien minder te slachten. Monen voelt zich met zijn bedrijf prima thuis in Meijerijstad. Ja, ik zit hier ideaal, want ik denk dat Meijerijstad ook echt wel een van de foodgemeenten, of niet de foodgemeente is van Nederland. Dus als je over voedselproductie hebt, dan zit je in Meijerijstad natuurlijk geweldig. En het publiek is altijd welkom op zijn boerderij. Wij doen iedere vrijdagavond en zaterdagmiddag doen wij barbecue workshops. En dat hopen we volgend jaar, eind volgend jaar, om te keren dat ze ook vlees van levende koeien kunnen gaan bereiden. Kweekvlees? Kweekvlees, ja, klopt. Kunnen ze dan ook het verschil proeven? Ja, dan kunnen ze zeker het verschil proeven. In Duitsland hebben ze het wel geproefd, in Frankrijk hebben ze het geproefd. Dus ik kan je vertellen, het kweekvlees is lekkerder als ik diezelfde koe ze ga slachten.